Goedemorgen, het is net 10 uur geweest en het is de tweede dag in Berlijn. Gisteren was onze batterij van de vlogcamera was overleden. Dus toen hebben we niet meer kunnen filmen. Toen heb ik alles aan de lader gezet. Vandaag gaan we weer het centrum in. Gaan we misschien nog een beetje filmen, maar vooral ook foto's maken vandaag. Om 11 uur moeten we uitchecken, dus we hebben nog een uurtje om alle spullen bij elkaar te pakken. En het is hier nog best wel een bende. Dus ja, we gaan nu even onze tassen inpakken. En dan gaan we rustig ergens ontbijten. Koffie halen sowieso. Dat is een must. Baby no stress. Baby no worry. Ik ben onderweg. Hey, ik ben onderweg. Want bij jou is mijn plek. Dus schat, maak je niet druk. Voel je terug, ben ik weer terug. Bij jou. Ik ben onderweg. Want bij jou is mijn plek. Dus schat, maak je niet druk. Voel je terug, ben ik weer terug. We zijn ready, tassen zijn ingepakt. Let's go, weg uit dit gekke hotel. Hotel, joh. Martelkamer. Dat was ik 2 dagen pas gezeten. Dat is nog luxe als dit. We zijn aangekomen bij een winkelcentrum genaamd Bikini. En omdat we gisteren zo hard en de hele dag door hebben gefilmd, kunnen we vandaag gewoon chillings. Ik ga nog wel een beetje filmen voor die videoclip, gewoon tussen shots tussendoor. Maar voor de rest gewoon, ja man, we gaan sowieso een Nike store even checken, een beetje winkels checken. Vandaag gewoon een dagje chillen. Vanavond winnen Oslo, toch? Ja man. Kijk, en vandaag is orange, man. Want ik mis Nederland toch, ik dacht laat me wat oranje aan trekken. Orange is de nieuwe black toch? We waren net in het centrum en we hebben even gegeten en we gaan nu weer ergens anders heen. We hebben een paar winkels even bekeken, maar we zijn nu weer in hier. Waar we gisteren ook waren, volgens mij gaan we gewoon weer richting Alexanderplatz. En dan gaan we daar nog even chillen. Het is nu 2:15 is het al en rond 5 uur gaan we weer richting huis. Dus we gaan nu nog even chillen. En dan zijn we helemaal ready voor de reis weer naar Groningen. We zijn even naar een paar winkels geweest. New Era. En we zijn naar Nike Store geweest. Puma. Maar daar was allemaal... Ik heb nog helemaal niks gehaald. Ik heb alleen souvenirs voor Emma gekocht. En nu een petje, maar ook niet echt een dikke doek. Elke pet die ik koop, of weet ik wel, is te groot voor mijn hoofd. Ja. Als je nou opgelet had op school, had je gewoon goede breininhoud. Ik heb diploma's. Ja, je hebt diploma's, zwemdiploma's. Ik heb echt diploma's, even zonder patroon. Ik heb echt diploma's. Gaan even naar... We gaan even kijken. Bij Tom. Nog even een beetje shoppen, daarna gaan we richting Groningen. Hebben we genoeg gefilmd? Ja. No, wacht. Shout-out naar Damien en Michael. Ah, Weet je nou gewoon een compilatie van hoe vaak dat gebeurd is? Shout-out naar Damien. We gaan nu naar de volgende locatie. Nog 5-6 uur rijden, man. Ja, man. Die is fucking man. Hoge gebouwen. Gaat wel missen, man. Groningen is plat. We gaan nu even naar de auto. Ik laat eerst deze mensen er even uit. En dan gaan we richting Groningen. Een rit van 5 uur gewoon. En het is nu 5 uur, dus we komen rond, ik denk sowieso 11 uur ongeveer. Bakken. We rijden nu net weer de parkeergarage uit en de vlog is bijna tot het einde. Natuurlijk zitten we nog even in de auto. Maar ik wil even zeggen dat de meeste beelden, of de mooiste beelden, heb ik niet in deze vlog verwerkt. Want die heb ik bewaard voor de videoclip. Dus ja, dit wordt echt een hele vette videoclip. Dus als jullie deze vlog hebben gezien, moeten jullie zeker even mijn kanaal in de gaten houden. En Biz zijn kanaal, BizNL, op YouTube. En dan daar komt binnenkort die clip dus op. We hebben 2 clips hier geschoten. De eerste clip die komt al heel snel online. En
Ja, die is ook heel erg vet, maar dat is weer een hele andere soort nummer. Dus die andere clip, die, daar ga ik even meer tijd in stoppen. En die komt dan ook online. Dus, en donderdag gaan we weer clips schieten? Ja, we blijven wel bezig. Binnenkort gaan we nog weer bezig met een andere clip. En, maar voor deze vlog is het belangrijk, als je op de hoogte wil blijven, moet je even abonneren op Biz of mij op Insta. Dan hou ik jullie sowieso wel op de hoogte. Of natuurlijk gewoon Fullscreen NL, ons filmbedrijf, Fullscreen Productions. En ja, wij gaan nu een lange reis tegemoet. Maar ik zit hier best wel chill. We kunnen zo meteen vast nog wel, als we iets episch gaan doen, pakken we de camera er weer bij. Ja, dat sowieso. En we moeten sowieso nog ergens drinken halen of zo. Ja, maar 100. Yes, we zijn alweer onderweg. En we zaten net in echt een bijna kritische situatie gewoon in het verkeer. Het is overal fucking druk, overal vrachtwagens stilstaan. En zo net waren we dus in zo'n situatie waar wij dus eigenlijk wel door konden rijden omdat de linkerbaan al vrij was. Wij overal tussendoor gereisd. Allemaal mensen gingen er vet gek gewoon overal tussendoor. Ze rijden daar zo, kwam een of andere gare bitch die ook in één keer gewoon tussen ons in wou gaan rijden hier en zo. Ja, maar dan krijg je gewoon bijna ongelukken, weet je. Dus dit gaat ook sowieso wel vertraging oplopen, want het gaat hier al langzamer rijden. En ik denk dat wij jullie later nog wel kunnen gaan vertellen dat wij in de file staan. We zijn er weer. We hebben even een korte pauze, even omkleden, even naar de trainingsbroek. Man. Hij heeft even lekker gepiddeld, ja, hier, bro. Ja, man. Trainingsbroekje ook weer aangedaan, hoor. Reclame, dikke shout-out naar Nike. Nee, geen sponsored content, sorry. Maar we gaan zo meteen nog even hopelijk een Mackie tegenkomen. Gaan we daar even eten. Choppen. Man, echt. Wij hebben gewoon geen eten gekocht. Want wij hopen dat we wel een tankstation tegenkwamen. Maar ja, toen kwam die hele chaos met de vrachtwagens en zo. En toen... Oh, yo, check deze! Oh! Prik hem, prik hem! Oh, yeah. Ha! Nee, allemaal man! Oh. Waar is hij? Oh! We zijn dus lekker onderweg, we moeten nog 261 kilometer en op een gegeven moment Biz die wees naar rechts en ik dacht ook van hun, waarom wijs je naar rechts, maar ik dacht van hun, moet ik daar nou af, moet ik daar nou niet af en we moesten daar dus eraf, dus nu zijn we eraf. Zijn we er helemaal eraf. We zijn er gewoon helemaal af en dat zal betekenen dat we nu ook nog eens later aankomen en dan zitten we ook nog een keer lekker vast achter dit gerotzooi, man. Ik kan je maar één ding zeggen en dan kan je maar één ding doen. Het raam moet er voor open. Ja, dan moet je gewoon het raam open doen. En dan doe je gewoon een. Jongens, we zijn weer in Groningen. Goed, was leuk. Ja, man. Was fucking chill, of niet? Ja, joh, ik wou nog wel langer eigenlijk, man. Driver. Aight, rustig. God, ik check jullie snel. Rustig. Rustig aan, man. Heel rustig. Aight, het is donker, maar thanks voor het kijken. Tot volgende keer. Dit was Berlijn. Peace out.